Ik heb vandaag bij mij aan de zetel. Nora! Nee. Ik ga haar keiveel vragen stellen, dus blijf zitten. When I was a kid, I was a little bit different. All I wanted was a perfect family picture. No fairy... Hey, ik ben Anouk en welkom bij kantoor. Vandaag doen we iets nieuws. Ik heb namelijk Nora uitgenodigd in mijn nieuwe zetel en ik ga haar een paar leuke vragen stellen. Ben je er klaar voor, Nora? Ik weet het niet. Ik denk het wel. Ja. Weet je wel. From grace, I hope heaven waits. Dus, Nora, stel jezelf eens voor, wat doet je in het leven? Mijn naam is dus Nora Gariep en ik denk dat de mensen mij vooral kennen door K3 zoekt K3. Daar is voor mij alles gestart. En daarna heb ik eventjes gewoon teruggewerkt en dan heb ik zo de vraag gekregen of ik wou acteren in een nieuwe film van Adil en Bilal. En dan ben ik gestopt met werken en dan heb ik die zomer nog heel veel opdrachten gehad als presentatrice. Ben ik met YouTube begonnen en ondertussen ja, doe ik dat allemaal nog steeds. De film is ondertussen al volledig opgenomen en komt binnenkort uit. En voor de rest ben ik nu bijvoorbeeld online reporter bij Ster Acteur, Ster Artiest op 1 en dat is ook superleuk. En er zitten echt nog heel veel leuke dingen aan te komen. En is er zo tot nu toe al iets geweest dat je echt het leukste vond? Het leukste wat ik tot nu vond, was toch echt wel de film. Patser? Ja, dat was superleuk. Ja, dat was een heel toffe bende. Ik was ook het enigste meisje tussen de jongens. In het begin had ik daar een klein beetje schrik voor. Maar uiteindelijk voelde ik me echt op mijn gemak bij al die gasten. Dus dat was heel leuk. De coole dingen die we hebben mogen doen. Ik heb echt dingen... Ja, je speelt een rol en dat is leuk om zo niet jezelf te zijn. Dat is echt wel leuk. Ja, want de rol is een beetje tegenovergestelde van wat je bent in het echt, hè? Ja, maar echt het tegenovergestelde. Echt zo gewoon totaal andere kant van de wereld, ja. Ik ben zo een heel stoere chick die dat, ja, vecht ook. En als iemand haar vrienden uitdaagt, dan heb je echt problemen met haar. Oeh, ik vind dat wel cool. Ja, maar bij mij is dat zo... In het echt is dat zo met woorden. Maar nooit met vuisten. Maar zij dus wel. Oké. En hoe zijn ze bij je terechtgekomen dan? Ik had voor Generation M een video gemaakt met mijn vriend, die nu ondertussen mijn man is. En dat ging zo over onze relatie, omdat hij Ghanese is en ik Marokkaanse. Hoe dat wij dat in het begin hebben ondervonden en ervaren. En Adil had dat videootje gezien. En hij zei dat doordat hij die video zag, dat hij dacht van ja, die is perfect voor die rol. En toen wij erover waren aan het praten, dacht ik echt van ja, maar wat heeft die video daar dan mee te maken? En hij zei gewoon van ja, ik zie gewoon dat jij, ja, dat jij gewoon jezelf durft zijn. En dat is wel heel belangrijk, want het is wel een heftige rol. En hij zei van ja, aangezien dat je gewoon zo'n dingen in je leven hebt meegemaakt, echt. Dat mensen je commentaar geven en je uitschelden omdat je juist met een donkere jongen samen bent. Dan kun jij die filmrol wel aan. Dat is maar geacteerd, ja. En het is goed gekomen. Ja, het was echt wel... Ja, voilà. Ik moet het zelf ook nog zien, maar ze zeggen wel dat het echt... Allee, het was wel echt goed. Dus jij liet al juist wel weten dat het allemaal een beetje begonnen is met K3 zoek K3. Mm-hmm. Hoe is uw herinnering daaraan? Vond je dat tof dat je dat hebt meegedaan? Of had je dat toch anders gedaan als je dat terugkijkt? Nee, echt waar. Nee, ik vind dat super tof dat ik heb meegedaan. En ik vind het super tof... Allee, super cool dat ik zo ver ben geraakt. Mm-hmm. Maar het is juist dat mij wel heeft genekt. In de halve finale staan heeft voor mij superveel stress veroorzaakt. Ah, ja. En ik heb kei slecht gepresteerd, vind ik, de twee laatste shows. Dus ik ben er echt wel terecht uitgegaan. Maar nu heb je er wel een andere carrière uitgehaald. Ja, had je dan liever toch nog K3 gedaan of liever... Goh, ik ben echt wel blij met wat ik doe. Als ik nu zo... Ik weet nog de dag dat ik eruit lag, het moment dat ze zeiden van ja, Nora ligt eruit, dacht ik echt van oh my god. Ik vond dat echt, echt jammer. Ik had dat echt heel graag gedaan. Maar daarna kreeg ik zoveel aanbiedingen dat ik dacht van oh, tof. Ik ben nog altijd bezig met de dingen die ik leuk vind. Ja. Dus ik ben heel blij met hoe dat is geworden. Zeg jij over uw man. Dat is een kei schattig verhaal. Waar hebben jullie elkaar aan leren kennen? Ja, ik was 15 en hij was 16. En ja, wij zaten gewoon al, denk ik, 3 jaar of 4 jaar met elkaar op school. Maar we hebben elkaar nooit zien staan of zo. Ja, en dat is echt raar. En dan op een jaar was dat plots van, hey, die jongen daar. Maar ik kon die eigenlijk in het begin niet hebben. Hij kon mij ook niet hebben, want we waren tegenovergestelde eigenlijk. Hij mega asociaal, ik mega sociaal. En dat klikte juist of zo. Ons eerste dateje was echt,
Wij voelden al een klik, maar we kwamen allebei thuis daarna en wij stuurden naar elkaar, dit wordt echt niks. Ja, uiteindelijk hadden wij gewoon wel gevoelens voor elkaar en de volgende dag hadden wij nog eens afgesproken en de dag daarop nog eens en dan nog eens en nog eens. En wanneer is dan wel de vonk overgesprongen? Ja, dat is, eigenlijk was dat gewoon de eerste date. Dat is echt zot. Amai, love at first date. Ja. Ja. Ja, want site was het al zeker niet. Dat is wel een keileuk verhaal. Ja. En deze zomer zijn alleen. Deze zomer zijn we getrouwd, ja. 1 juli zijn we getrouwd. Dat was ook echt onze datum ook, van onze eerste date, 1 juli. Ik heb gespot op Instagram en in de sociale media dat jij van toen model bent voor een bridal collectie. In de sociale media? In de sociale. Ja, dat klopt. Ja? Ja. Ja, allee, ja. Dat is, ik ben geen vast model of zo, hè, maar ik doe dat wel heel graag. En dat is een zaak van een nicht van mij, She Bridal House. En zij heeft mijn bruidsjurk ook ontworpen. Mm-hmm. En daarna is ze dus met haar zaak gestart. Ze had gezegd van, ja, wilde jij model staan? Ik dacht, ja, duh, tuurlijk wil ik dat. Ik mag gewoon in bruidsjurken staan en zo. Dus ik vond dat echt zalig om te doen. Ja. En heb je dan zo fashion kriebels gekregen? Zou je zelf ook nog zo een kledinglijn willen ontwerpen? Stel je voor, je hebt daar heb ik Oscar. Echt, daar heb ik echt al heel mijn leven over nagedacht. Zo'n eigen kledinglijn ooit ontwerpen. Mijn mama is ook ontwerpster. Ah, en heeft mode gestudeerd en zo. Dus die zit daar ook al heel haar leven in. Ik ben er echt in opgegroeid. Dus die interesse is er gewoon altijd geweest. En welk item zou er zeker in je collectie moeten zitten? Wat een bomberjacket. Ja? Ja, een bomberjacket en zo een oversized sweater of zo'n hoodie. Ja, ik ben echt... Ik hou echt van losse kleding. Ja, zie, ik draag zo losse hemdjes en losse broeken. Voel ik mij echt het beste in. Ja, en mijn man die zegt zo vaak van... Ja, zeg, je bent al zo klein. Als je zo van die aardappelzakkleding aandoet. Aardappelzakkleding. Ja, zo noemt hij dat. Of ja, ik weet niet hoe dat hij... Zo'n vuilzak noemt hij dat. Zo ja, en doe weer een vuilzak aan. Maar ik hou echt gewoon van los. Mijn mannen snappen dat niet. Nee, mannen snappen dat echt niet. In welk kledingstuk zou je nooit doodgevonden willen worden? Van, stel je voor, wat zou je echt nooit willen aandoen? Een driekwartsbroek of zo. Oh, ja. Horror. Dat vind ik echt... Nee, ik vind dat niet kunnen. Nee. Ik heb een doe-opdracht. Wel, geen doe-opdracht, maar... Echt? Hoe zou je deze botten stylen? Oh, hoe zou ik die botten stylen? Oké. Okay. Oké, okay, ik ga even passen. En dan zo. Ja, ik moet zo'n beetje zien hoe dat ze vallen. Zo. Ah, oké, okay, ze zijn wel heel... Ik zou ze sowieso met een heel strakke broek dragen. Ja, en... Heel neutraal. Geen glitter van boven of zo. Nee. En liefst ook geen kleur. Dus ofwel, ik vind zwart er net iets te hard bij. Dus ik zou het met een heel neutrale, lichtgrijze of donkergrijze outfit en mijn sok zit erin. Yeah. Ja, echt gewoon lichtgrijs of donkergrijs. En alles heel strak. Dus echt een strakke top. Een beetje Kim Kardashian-achtig zo. Ja. Die draagt toch tegenwoordig... Heel simpele outfits. Zo, echt ja, zo, en zo van die basic, ja, zo, ja, zo basic dingen. Ja, zo zou ik het stellen. Wat vind je daarvan? Ik vind het goed. Yes. I approve. Zou je het dan zelf ook zo dragen? Of zou dat enkel een tip zijn voor... Nee, ik zou dat echt wel dragen. Ja. Mijn styliste noemt Farah Elbastani. En die heeft zo... Tada. Ken je die? Ja. Ja, echt een super toffe. En die heeft zo, ook zo heel gedurfde outfits... En ik zie die mij ook echt wel zo'n botjes geven. Kies je dan toch liever, bijvoorbeeld als je weggaat met vriendinnen, voor eerder een casual outfit of ga je dan toch echt zo fashion? Nee, ik ben echt wel voor casual. Zo echt fashion, dat is op een première of als ik iets moet presenteren of zo, dan bel ik zo Farah en dan zeg ik van, heb je wel outfitjes? Maar echt, als ik gewoon met vriendinnen wegga, dan voel ik me gewoon echt op mijn gemak. En dat wil ik dan ook gewoon uitstralen. Dat moet... Als je je 5 jaar geleden jezelf een beauty tip had kunnen geven, wat zou dat dan geweest zijn? Ik had 5 jaar geleden super rood haar. Echt? Ja. Rood? Ja, maar echt, echt rood als in felrood, stoplichtrood. En ik zou... Wow. En ik ontkleurde mijn haar ook constant. Dit is mijn natuurlijke haarkleur, dus dat is mega donker. Dus ik heb dat heel vaak ontkleurd en mijn haar was heel kapot. Dus ik zou echt toen gezegd hebben van... Scheer ik al, gast. Ja, echt waar. Mijn haar was zo kapot. Oei. Dat als dat nat was onder de douche en ik eraan trok, dat gewoon... Dat was zo'n rekken. Dat was zo... En dan was dat kapot. Ja, dat was heel kapot. Oh my god. Ja, nee, maar jij hebt op zich zo nog wel licht haar. Dus als jij dat blond kleurt, ça va, maar beeld u in. Ja. Ik ben van zwart naar
rood, allez, zo naar donkerrood gegaan en dan naar felrood en dan naar blond. Ik heb u blond gehad. Echt? Dus dat zou echt wel mijn tip zijn. Kleur je haar niet te veel. Oké, vloggen of acteren? Acteren. Sneakers of hakken? Sneakers. Instagram of YouTube? Instagram. Als je zou zondigen, zou het dan met ribbekes zijn of een glas champagne? Ribbekes, want ik drink niet. Makkelijk. Nooit meer pizza of nooit meer frietjes? Nooit meer frietjes. Pizza is mijn leven. Ja? Echt waar, ja. Mij ook. Ja, echt wel. De oude of de nieuwe K3? De oude toch wel. Ja, ik zie de nieuwe K3 echt als mijn vriendinnen, maar de oude, daar heb ik zoveel memories aan. Zou ik nooit kunnen loslaten. Wat is je grootste geheim? Iets wat ik sowieso niet ga vertellen, maar ik kan er zelfs niet op komen. Een geheim vertelde niet, maar ik heb er denk ik geen. Honden of katten? Katten. Ik ben heel bang van honden. Oké. En als laatste, kunt jij even de outro doen? Oh, de outro. Oké. Voilà, iedereen, het zit erop voor vandaag. Het was echt heel leuk. Echt, merci. Ik was de eerste, hè? Ja. Jij, ik vond me mega vereerd. Dus bedankt om te kijken. Vond je het een leuke video? Geef het dan zeker een thumbs up. En mocht je nog ideeën hebben of vragen die jullie andere mensen willen stellen, misschien, zet het dan zeker hier onder de beschrijving. Ik ga het ook helemaal mee. Ik vind dat cool. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Doei. Ciao. Tell me what you're waiting for, oh, oh, oh. Tell me what you're waiting for.